De exploitatievergunning is verruimd. Op voorspraak van Beter voor Dordt heeft de gemeenteraad besloten dat sport- en muziekverenigingen, kerken en horecaondernemers geen vergunningen meer hoeven aan te vragen voor hun evenementen en horecaactiviteiten. De gedachte wat meestal zeg maar, achter een exploitatievergunning zit, is dat je ervoor wil zorgen dat mensen niet veel overlast hebben van de horecaondernemers. En via zo'n exploitatievergunning kun je overlast beperken. Het moet wel van een toegevoegde waarde zijn. Vandaar dat wij ook met een voorstel zijn gekomen. Om gevallen die niet een toegevoegde waarde hebben, om die uit te zonderen. En ik kan daar ook een aantal voorbeelden van geven. Als we het bijvoorbeeld hebben over een kantine in een kerk. Volgens de vorige verordening zouden die kerken gewoon een vergunning moeten hebben om koffie en thee te schenken. En in zulke situaties kun je altijd de vraag stellen of het een meerwaarde is om zo'n zware vergunning daarvoor. Ook is het aantal bezoekers voor meldingplichtige evenementen verhoogd naar 250 bezoekers voor er een exploitatievergunning hoeft te worden aangevraagd.